Sanja vandaag om te demonstreren tegen het feit dat Wilders een voorstel heeft ingediend om uit te zoeken hoeveel niet-westerse allochtonen de samenleving nou eigenlijk kosten. Wij zijn het hier niet mee eens, omdat wij vinden dat hoeveel je de samenleving kost niet ras of afkomst gerelateerd is. Ouderen, zieken, gehandicapten en studenten kosten de samenleving ook heel veel geld. Maar daar hoor je ook niemand over. Daarbij is het zo dat je nu door dit onderzoek als allochtoon, als uitbuiter van de Nederlandse economie wordt gezien. Terwijl allochtonen ook gewoon een goede bijdrage leveren aan de Nederlandse samenleving en economie. Yo, Bill. What up, what up? Think you need to let them know what's going on, baby. Time to tell them. When I'm in the streets, I always remain cautious. Let's go. Every society honors its live conformists and dead troublemakers. I'm the son of Satan. Sculpted the culture of the ancients. Burn me at the stake with my left hand stuck in the matrix. I'm the apex. I steal science off of spaceships. Black border contractors captured off of camcorders. After mass slaughter, violent massacre. Masters of order, burning effigies of presidents and American flags. Veterans clashed for the chance to sell terror for cash. Babylon destroyed the base of Migdash. Death cults, murder squads, exploding churches and burning mosques. Throw your dice, now your destiny's cast. And these seeds of war were planted over centuries past. And the mysteries remain unsolved. Colossal pyramids on Mars. Visitors beyond the scriptures of Allah. God is on the side of the ones with money and large armies. Staan hier vandaag bij het Sociaal-Cultureel Planbureau om een beetje een trieste reden. Vlak voor het zomerreces heeft Fries Prisma van de racistische PVV 79 kamervragen gesteld aan alle ministeries. De kamervragen hadden als doel om te berekenen hoeveel een niet-westerse allochtoon de Nederlandse samenleving kost. Dit is een racistische vraagstelling. En wij zijn zeer teleurgesteld dat minister Eberhard van der Laan als eerste die vraag gaat proberen te beantwoorden. Hiervoor heeft Eberhard van der Laan het Sociaal-Cultureel Planbureau ingeschakeld. Zij willen gaan onderzoeken hoeveel niet-westerse allochtonen kosten. Buiten dat dit onderzoek is, onmogelijk is om te voeren, omdat er zoveel kosten zijn en zoveel dingen die mensen opleveren. En het bijna onmogelijk is om voor een hele bevolkingsgroep die helemaal niet homogeen is, maar die heterogeen is, te berekenen wat ze kosten. Verder is het ook onzinnig, want als dit onderzoek uitgevoerd zou worden om te kijken hoeveel gehandicapten zouden kosten, hoeveel terminaal zieken zouden kosten, hoeveel mensen met het syndroom van Down zouden kosten, hoeveel studenten zouden kosten, hoeveel zwangere vrouwen zouden kosten, dan zou dit land in rep en roer zijn. En dat is het nu niet. De uitkomsten van dit onderzoek zullen door de PVV gebruikt worden als racistische propaganda. En wij vinden dat de SCP, het Sociaal-Cultureel Planbureau, niet moet meewerken aan racisme. Racisme! Nee! Fascisme! Nee! PVV! Nee, nee, nee! All I'm saying is to ask questions, amateurs. But Hollywood tries to pass off as a fantasy. Might have already.